brandstichting met de co-op en met de arcades. Maar ja, we gaan hier in de Broekhof nog even door met de feestelijkheden. Namelijk de overdracht van de bouwgrond. En daar hebben we een notaris bij nodig enzovoorts. De overheid, gemeente, provincie, Groninger Huis, HKB, Zwart en Arcades, die zijn goede partners geworden in dit project. Dit hele mooie project, u kunt het hier aan de wanden zien. We hebben en hadden en hebben, een gemeenschappelijk belang. En dat belang, dat zit hem in het woon- en leefbaarheid. In het plezierig wonen, werken, recreëren en noem maar op. En dat staat soms onder druk. Onder druk in een krimpgebied. Dus ook hier in Zuidbroek werd dat duidelijk met de sluiting van de supermarkt. Er moest iets gebeuren. Dat vond de gemeente, maar dat vonden jullie als inwoners ook heel duidelijk. We zijn in actie gekomen. Aankopen hebben we gedaan. Het Novipand, de oude supermarkt, woningen aan het Tielmanslaantje, die werden ten behoeve van deze plannen aangekocht. Ja, en toen? Toen werden de acties gehouden. Voor locatie A. Zeg eens A, met dokter Van der Ploeg. En daarvoor hadden we nog, ja, ik heb hem nog. Ik moet hem heel even pakken. Het petje. Een volwaardig dorpshuis Zuidbroek. Nou, en daar zijn we nu. En volgens mij zijn we hier weer volwaardig en duurzaam bezig. Met onze Broekhof. Heel mooi. Ja, en u merkt, een goed georganiseerd en een actiebereid Zuidbroek, daar doet de gemeente haar petje vooraf. Participatie door velen van u tijdens inspraakavonden, inloopsessies en een actieve dorpsraad, noem het maar op. Ja, we doen het samen. En we gaan samen met u de toekomst positief tegemoet. En met een opgeheven hoofd. Want we kunnen weer trots zijn straks. Op een nieuw en mooi centrum. Nieuwe appartementen. Een bakker. Een mooie plek. Een mooi plein aan het water. Waar het goed vertoeven is. En met een verbouwde Broekhof. Ja, met alleen de bijdrage van de gemeente. 2,2 miljoen. Was dit project niet van de tekentafel afgekomen. We hadden dus medefinanciers nodig. Met de bijdrage vanuit de provincie, brede doelenuitkeringen, investeringsbudget, stedelijke voorzieningen, iets meer dan 1 miljoen en 4,5 ton van de woningstichting Groninger Huis, zijn we nu in staat de plannen die u hier aan de wanden ziet te realiseren. En bij die realisatie en uitvoering, daar moeten we met elkaar het doen. Want het moet nog gerealiseerd worden. De werkzaamheden, daar moeten we met elkaar rekening mee houden. Er zal overlast, zand, stof en dergelijke plaatsvinden. Nou, hierover hebben we enkele gesprekken gevoerd met de middenstand, de busmaatschappij en dergelijke. We hebben hier een sessie gehad. Arcades, die zal de overlast proberen te beperken. En ik denk dat we na een uitvoeringsperiode van ongeveer 10 à 12 weken in het centrum van Zuidbroek een heel mooi nieuw plein hebben. Waar we met z'n allen een mooi feestje kunnen vieren. Ja, ik heb een glaasje water. En u heeft misschien ook nog wat. Maar ik zou heel graag een toast willen uitbrengen. En ik heb het glas. Ik zeg proost. En op een mooi centrum in de toekomst. Dan gaan we nu over naar de ondertekening van het contract. Dat heb ik van de notaris begrepen. En ik heb ook met de notaris afgesproken dat hij even kort even iets gaat toelichten. Ja,
Ja, dames en heren, voor de zomer heb je er wel twee achter nodig. Dan ga je toch zitten, dus ik ga eerst deze pakken.